Schok 1 toegediend. Het is veilig de patiënt aan te raken. Start nu reanimatie. Op zaterdag 12 september is het Wereld Eerste Hulpdag. Met als doel het bewustzijn te vergroten over hoe eerste hulp letsel kan voorkomen en levens kan redden. Maar zijn er wel genoeg mensen met een EHBO-diploma? Nou, er mag landelijk gezien wel, maar ook hier in Den Helder, mogen er wel meer mensen een EHBO-diploma gaan krijgen. Absoluut. We zien dat we eigenlijk nog wel wat mensen erbij kunnen gaan krijgen. Wij als afdeling hebben 35 leden. En deze 35 leden, ja, daar zijn er niet zo heel veel. We kunnen wel wat mensen gebruiken, maar ook gewoon mensen die een EHBO-diploma nodig hebben. Nou, vanavond hebben wij weer de eerste reanimatie AED-les. En deze les, die na eigenlijk een mooie tijd niks gedaan te hebben, dus daar gaan we vandaag weer proberen coronaproef te trainen. Ja. Hangen er volgens u genoeg AED's in Den Helder? Ja, zeker. In Den Helder hebben we op dit moment bijna 30 AED's hangen. In Julianendorp en in Den Helder zelf. De gemeente Den Helder heeft dat prima voor elkaar. Afdeling Koegras doet het in Julianendorp. Rode Kruis doet het hier in Den Helder. En de AED's die worden toch regelmatig ingezet. En wij doen daar weer het onderhoud van. En mensen kunnen ook een cursus krijgen? Ja. Om de AED's en reanimatie te... Ja, absoluut. Wij als Rode Kruis bieden samen met de gemeente Den Helder een cursus reanimatie AED aan. En dat kunnen we gratis bij het Rode Kruis doen. En dan vragen we eigenlijk alleen maar 3 uur tijd van jezelf. En dan ben je volledig reanimatiebediener en AED-bediener. En wat is, denkt u, het grootste misverstand bij eerste hulp bieden? Ja, dat is lastig. Maar ik denk toch, het misverstand is dat men bang is om 112 te bellen. Ik denk dat men gewoon, als men twijfelt voor dingen, 112 moet bellen. Want daar word je geholpen, ook al heb je geen verstand van EHBO en hoe je het moet doen. Ja, 112 bellen kan eigenlijk heel makkelijk. En de mensen die dan aan de telefoon krijgt, die helpen je door het hele proces heen. Dus ook als je geen verstand hebt van EHBO, 112 bellen, dan weet je dat de hulp gaat komen. Ja, en die mensen die helpen je, die trek je door het hele proces heen. Dat werkt prima. En vanavond is na deze cursus het Rode Kruis Den Helder ook weer up-to-date? Ja, absoluut. We zijn sowieso update. Maar dit is de eerste les weer, zoals wij zeiden, met reanimatie. En dan zorgen we weer dat we helemaal update zijn. En we hopen dat we na de coronatijd, dat we alle evenementen weer aan de gang gaan. Ja. Zodat wij ook weer, zeg maar als Rode Kruis, maar ook de EHBO-verenigingen, zeg maar toch wat kunnen doen.